Goedemiddag, hallo. Welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Dumpend Darts Naaldwijk. De vierde vlog alweer. En ook deze week hebben we weer een heel mooi pijltje. Het is de enige echte pijl van Gerwin de Iceman Price. We gaan hem uitpakken om hem van dichterbij te bekijken. Ondertussen heb ik ze uit het doosje gehaald. De Gerwin Price pijlen die we behandelen op verzoek van Jeffrey. De Price pijl, ik zal er even eentje bij pakken. Het is een heel mooi pijltje. Een zilveren pijl met blauwe accenten. Er zitten twee verschillende soorten grip op. Een lichte shark grip in combinatie met een zeer bijzondere V-grip. Dat zie je niet vaak op een pijl. Ik ga er zo even een andere shaft op zetten. Een Bulls Intermediate shaft met een Bulls Power Flight. En dan gaan we deze ook even uittesten. En vandaag hebben we een heel bijzonder bord opgehangen. Een Fun Darts bord. Dus daar gaan we deze keer op gooien. Nou, ik heb de Gerwin Price spel inmiddels al eventjes uitgetest. Het is een pijltje met niet heel veel grip. Ik dacht in eerste instantie dat er meer grip op zou zitten. Een pijl met minder grip is meestal meer geschikt voor spelers die op een iets rapper tempo gooien. Daarnaast is een mooie feature van deze pijl dat er een zogenaamd tridentje op zit. En dat zorgt er dan voor dat de pijl minder bouncers hebt. Dat is het blauwe puntje aan de voorkant. Een pijl met, zoals ik net al zei, niet al te veel grip. Dat is beter voor de iets rappere speler. En dat komt omdat spelers met iets hoger tempo iets minder grip nodig hebben. Voor de rest is het een heel mooi pijltje. Hij staat vanaf nu ook online op onze website www.dumpwarehouse.nl. Maar je kan hem natuurlijk altijd eventjes uitproberen bij ons in de winkel. Jeffrey, nogmaals bedankt voor je aanvraag. Heb jij nou ook een mooie pijl die jij door ons wil laten reviewen? Laat het dan hieronder in de comments. En vergeet deze video niet een heel mooi blauw duimpje te geven. Ik zeg voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.